Ouders zijn met docenten in gesprek over een mogelijke doorstart van de particuliere school Agnes D. in Valkenswaard. De school werd begin deze maand gesloten vanwege een ontuchtzaak waarbij twee medewerkers zouden zijn betrokken. De van ontucht verdachte leraar is vorige week vrijgelaten. De directeur van de school zit nog steeds vast. Agnes D. geeft onderwijs aan kwetsbare kinderen van 8 tot 18 jaar die bijvoorbeeld hoogbegaafd of autistisch zijn. En bij ons in de studio is Danielle van Lid en zij is woordvoerder van de ouders. Van harte welkom, Danielle. Hoe hebben de ouders nou gereageerd op het nieuws van een mogelijke ontuchtzaak? Nou, laat ik vooropstellen, ik spreek hier namens een aantal ouders, niet namens allemaal. Maar afgelopen donderdag werden wij geconfronteerd met de sluiting van het Agnes D. Mm-hmm. De omstandigheden die daartoe hebben geleid, die heb je zojuist al genoemd. Ja. En ouders hebben een initiatief genomen om te kijken van, ja, kunnen wij nu nog iets? Het zijn allemaal ouders van een kind die bijzondere aandacht vraagt en eigenlijk stuk gelopen zijn in het regulier onderwijs. Ja. En met een aantal van die ouders en ook een aantal docenten hebben we vrijdag bij elkaar gezeten. En kwam toch eigenlijk wel het gevoel naar boven van, er moet iets voor deze kinderen gebeuren. Oké, maar nou zijn we eigenlijk al een stap verder. Want ik wil eventjes terug zeg maar, naar het begin. Ja. Want het feit is dat er is mogelijk ontucht gepleegd op de school. Dat heeft natuurlijk heel veel consequenties voor ouders en hun kinderen. Hoe is die reactie daarop geweest? Ja, die reactie van ouders die is wisselend. De reden dat ze mij gevraagd hebben om namens hun te spreken komt daar ook uit voort. Omdat het verhaal voor iedereen weer anders is. Jullie hebben vanochtend al een interviewtje gehad met meneer Bijnen. Die ook aangaf van ja, ik moet het eerst nog maar eens zien. Ja, dat blijft aan de andere altijd. Kant zijn er ook ouders die hun kind per direct wel van school hebben gehaald. De reacties daarop zijn heel wisselend. En ja, heel eerlijk gezegd is er aan ouders niet meer gezegd dan wat ook bij jullie bekend is. Namelijk dat alles nog bij het OM ligt. En wij weten verder ook niks. Er is nog niks meer duidelijk over de omvang van deze zaak. Nee, helemaal niet. Oké. Nee. Nou ja, het is natuurlijk een heftig verhaal. Iemand van de schoolleiding is erbij betrokken. Ja, ik denk dat het sowieso de nachtmerrie van iedere ouder is. Hoe gaan ouders daar nou mee om? Nou ja, je moet denk ik even in beeld houden dat deze groep ouders al heel wat nachtmerries vaak al achter de rug heeft gehad. In die zin dat kinderen op deze school al een hele geschiedenis hebben. Zij komen hier niet zomaar. Nee. Een groot deel van de kinderen is uit het reguliere onderwijs gekomen. Omdat het gewoon daar niet liep. Ouders hebben echt heel goed gezocht naar een alternatief. Er zijn zelfs mensen die uit het midden van het land verhuisd zijn. Omdat ze echt iets gevonden hebben van nou hebben we plek voor ons kind. Kun jij een voorbeeld noemen van zo'n kind, zeg maar, die op die school zit? Kinderen die heel erg slim zijn, maar met een bepaalde autismestoornis, waardoor dat ze in een klassikaal onderwijssysteem helemaal stuk lopen, overgeprikkeld raken, thuiskomen met huilbuien, anders gedrag gaan vertonen, wat lastig is ook voor anderen. Ja. En die juist heel erg gebaat zijn bij gewoon zelf je eigen ding doen. Want ze zijn heel slim en ze kunnen heel veel. Maar wel in andere sociale context dan die wij gebruikelijk vinden binnen ons reguliere onderwijssysteem. Mm-hmm. En ook heel veel onderwijsinstellingen voor bijzonder onderwijs die er dan ook wel zijn. Die zijn toch klassikaal. En er is heel weinig juist voor deze doelgroep van slimme leerlingen met toch wat anders gedrag. In dat opzicht was het dus een ideale school. Ja. Een ideale school. Maar toen kwam op een gegeven moment het verhaal van de school wordt compleet gesloten. Ja, van wie kwam dat initiatief? Nou ja, er is een inval geweest door de politie. Er is op dat moment actie ondernomen. De leerlingen, ik was zelf toevallig op dat moment ook op de school aanwezig. Dat er werd gezegd van, deze meneer gaat nu mee. Ja. We proberen iets met de ouders te communiceren en voor de verdere rest nu even niet. Okay. En er is heel lang nu even niets geweest. Er zijn wat informatieavonden belegd door het bestuur van de school. En die hebben uiteindelijk afgelopen donderdag ook aangegeven, luister, we gaan nog een paar weken open tot aan de kerstvakantie. Ja. En dan is het klaar. Maar dat zou betekenen dat die leerlingen dus zo goed als op straat staan. Want waar moeten die dan naartoe? Nou, dat is een hele goeie. En dat is eigenlijk ook een beetje de reden dat de ouders toch gevraagd hebben als er dan toch aandacht voor is. Misschien is het wel goed dat die aandacht er dan ook mag zijn vanuit de media. Vooral voor in het belang van deze kinderen. Ja, want dan wordt er een doorstart overwogen. Een doorstart is denk ik niet het goede woord. Want dat zou impliceren dat er eenzelfde organisatie verder gaat. Mm-hmm. Ik denk dat je sowieso uit zou moeten gaan van een nieuw initiatief. Oké. Okay.
maar wel met de goede dingen van deze school. Het goede aan deze school was dat er onderwijs is, individueel onderwijs met een stukje zorg voor kinderen die heel intelligent zijn en autistische stoornissen hebben. De vraag is nu, wie kan onze ouders daarbij helpen? Dus namens die ouders, ik zie het. De vraag, er zit een enorme mate van urgentie achter, want de school dat gaat blijkt, binnen 4 weken dicht. Een deel van de kinderen die op school zitten, die hebben een onderwijsvrijstelling. Oftewel, de onderwijsinspectie en ons systeem heeft uitgesproken van luister, jullie zijn zo bijzonder, je hoeft niet meer. Maar die kinderen die zijn heel slim en die willen wel juist. Heel graag. En die ouders die zien het ook in het belang van het kind, dat zij wel ook iets kunnen maken van hun leven. Okay. En voor die kinderen zoeken we dus iets. Okay, nou ja, mij helder. Het is in ieder geval dus zo dat deze kinderen zijn eigenlijk de dupe geworden van een zaak waar we nog niet zo heel veel van weten. Klopt. Maar ze zoeken wel een nieuw, een nieuw doel. Ja, en ondanks dat deze kinderen heel erg goed zelfstandig kunnen werken en zij in een sociaal systeem binnen andere scholen wat stuk gelopen zijn, merk je dat ze binnen deze school juist heel erg een groepsgevoel hebben. Okay. Van wij met z'n allen willen als het even kan toch ook als clubje bij elkaar blijven. En er heerst, eerder al is er ook gesproken, een soort van familiegevoel tussen de ouders en de kinderen. Ja, Ze elkaar wel herkennen op dat vlak. Dus, Okay. Het is mij helder. Dank je wel voor deze toelichting. En ik hoop dat het uiteindelijk goed nieuws wordt allemaal. Ja. Dankjewel.